Nou, wat leuk om u hier te ontmoeten in de winkelpassage van Almelo. Ja. Want kunt u even zeggen wie u bent? Ja, ik ben Herman Smit en ik woon in Australië in Perth. En waar ligt Perth precies? Perth ligt is in West-Australië. Het is dichtbij Indonesië, wel dichtbij. Stil een paar duizend kilometer. Oké, en wat is de reden dat u op bezoek bent in Almelo? Familiebezoek. Dus, ja. En mag ik vragen bij wie u op bezoek bent? Ik ben bij mijn schoonzuster. Oké. Dus. En hoe lang woont u al in Australië? 40 jaar deze maand. 40 jaar? Ja. Nou, ik vind dat u voor het feit dat u al zo lang weg bent, spreekt u voortreffelijk Nederlands. Ja, dankjewel. Hoe komt dat zo? Wel, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat verleer je toch nooit. Ja. Als je zwemmen kunt, dan zwem je altijd. Ja. De burgemeester die vraagt altijd op de nieuwkomersdag hier in Almelo waarom de mensen naar Almelo zijn gekomen. Ja. En dan is het voor de liefde, of is het om te wonen, of is het om te werken? Nou, Almelo was altijd een goede start voor mij, dus het is altijd goed. Ja. Nou, we wouden gewoon wat anders en dat doe je dat mankje. En wat heeft u altijd in Australië gedaan? Ik was een autospuiter. Ik heb eerst in Hengelo gewerkt, bij Autocom in Hengelo. Ja. En toen ben ik naar Australië vertrokken, daar heb ik het ook weer gedaan. Toen ben ik als een contractor begonnen, heb ik alle rode kruiswagens gespoten. Oh ja, u werd aannemer, zeg maar, nou, of ik ben niet? Nooit een real aannemer, dus ik werk voor een baas en dan neem ik alle werk aan. Oké, okay, ja. En dat heeft u al die jaren gedaan? Ja, ja. En had u in de begintijd moeite om zich aan te passen Ja, was een klein beetje moeilijk. Maar ja, de rest komt vanzelf. De rest werkende weg, dan ga je steeds beter wennen. Ja. Nou, is Australië natuurlijk altijd al in het nieuws. Vanwege de winning van steenkool bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of vanwege het klimaat. Hè? Ja. Dus of overstromingen, of het is 50 graden heet. Daar hebben wij niet zoveel last van, want ik zit dan meer naar Perth, want Sydney en Melbourne, dat is meer wat dan meer mensen naartoe gaan. Ja, maar die hebben dan ook meer een warme klimaat dan, nee, of niet? Wij hebben supergoed weer. Ja, ja. U schort ons even aan om te zeggen dat u in Australië naar de rubriek Straatpraat kijkt van A-Visie. Ja. En wat vindt u van het programma? Ja, het is een goed programma. Ja. Wel aardig. En u kijkt iedere week? Ja, we kijken iedere week. Ja. Ja. En dat doet u op Facebook of op, Facebook. Of op de site van A-Visie? Ja. Facebook. Okay. Wat vindt u van de onderwerpen die we behandelen in de rubriek Straatpraat? Je komt bij het Almelo, je praat Twents en dat vind ik grappig. Ja. En lopen de onderwerpen nou een beetje parallel met wat er in Australië gebeurt? Het is gewoon een ander land natuurlijk. Hè. Dus, dat kan je niet vergelijken, maar... Hoe lang blijft u in Nederland? 5 weken. 5 weken. En de hoeveelste week is dit? Dus de eerste. Eerste week. Oh, en wanneer bent u aangekomen? Dinsdagmorgen. En nou, dan gaat u natuurlijk weer terug. Ja. En dan, ik weet uit ervaring hoe ver het vliegen is. Ja. Dan gaat u dan via Singapore of gaat u via Dubai? Nee, Singapore Airlines. We vliegen naar Singapore toe en dan... De rest is naar Australië. Dat is ongeveer 20 uur? Ja. Oké. Okay. Nou, zou u nog aan iemand de groeten willen doen? Ja, nu aan, u toch hier bent. Aan alle familie en vrienden. Ja. 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 Nou, Martin, wil jij nog even iets zeggen of vragen? Dat zien uw vrienden natuurlijk binnenkort ook, want het wordt wel uitgezonden, hè? Ja. En ik weet niet of dat direct gelijk dit weekend gaat of ingepast ergens anders tussen dit programma. Dat weet ik maar dus niet. Ik bedoel, ik vond het heel mooi. Ik vond het heel fantastisch. Ja, ik heb zelfs al eens een keer een bericht uit Nieuw-Zeeland gehad. Nou, we zullen even overleggen met de eindredactie wanneer we eventueel deze reportage kunnen uitzenden. Ja. Ik dank u voor uw medewerking. Graag gedaan. En een goede reis naar Australië, maar natuurlijk ook een heel goed verblijf in Nederland. Ja. Oh, dat is geen probleem. En misschien zeggen we ooit tot ziens. Ja. Je weet het Tot slot toch nog even een vraagje voordat u de groeten doet. Bent u Australiër geworden met de Australiërs? Ik ben Australiër geworden. Dus u bent een heel mooi voorbeeld van iemand die goed geassimileerd is in de Australische samenleving. Ja. Nou, dan mag u nu de groeten doen aan uw familie in Australië. Oké, mensen, all the best and good luck and we see you soon. Thank you so much. You're welcome.